Op het moment dat we ons daar melden, 1 of 2 dagen later, dan was het vol. En hadden we geen huisarts meer. Na de sluiting van huisartspraktijk van Peer in Brunsum zitten veel mensen in de wijk Schuttersveld zonder huisarts. En een nieuwe vinden blijkt niet zo makkelijk te zijn. Dat terwijl de overkoepelende huisartsorganisatie zegt dat de 7 omliggende praktijken de 1700 patiënten van Peer kunnen opvangen. Ik heb daarop direct met CZ gebeld. CZ zei van, dan moet je de andere huisartsen ook proberen die op het lijstje staan. Maar die waren ook al allemaal vol. De enige die nog over was is Hoensbroek. En dat is meer dan 5 kilometer hier vandaan. Dat was voor mij Schinveld of Hoensbroek, maar dat is gewoon te ver. Want ja, door ziekte mag ik niet autorijden, niet op de fiets. Niet. Dus ik moet alles eigenlijk op loopafstand. Rezi heeft narcolepsie, een ziekte waarbij je plotseling in slaap kunt vallen en alleen mag autorijden na een medische keuring. Op dit moment maakt ze het goed, maar ze maakt zich ook zorgen over de toekomst. Maar er zijn periodes, ja, dan moet de huisarts best wel regelmatig naar mij toe komen. Ik heb, zeg maar, 1,5 jaar geleden had ik de huisarts eigenlijk wekelijks nodig. Nadat vragen van SP aan het college zijn gesteld, wil ook de PvdA zich sterk maken om het probleem zelfs in Den Haag aan te kaarten voor een snelle oplossing. Ik maak me zorgen over deze situatie, vooral omdat er toch heel veel patiënten zijn die wat nu zonder huisarts zitten. Die geen keuzevrijheid hebben en eigenlijk gedwongen worden om de 5 huisartsen te bellen die wat in de lijst staan. Waarvan er 5 volgens mij geen patiënten meer aannemen. En het alleen in Hoensbroek nog mogelijk is om patiënten aan te nemen. Waardoor mensen in Schuttersveld bijvoorbeeld, waar geen openbaar vervoer is, ook niet de mogelijkheid hebben om zelfstandig naar de huisartsenpraktijk te komen. We hebben contact met Julian Bushoff, dat is onze vertegenwoordiger in de Tweede Kamerfractie, die over zorg gaat. En wij willen dat de zorgverzekeraars in ieder geval op hun zorgplicht gewezen worden. Ook omdat je nu helemaal geen keuzevrijheid meer hebt. En een zorgplicht wil ook zeggen dat je vrije keuze hebt voor je huisarts.